aan de Wilhelminakade in Rotterdam komt een schakelgebouw met gelijkrichterstation. Dat schakelgebouw heeft al ver voor de oorlog is daar in actie geweest om de kraan te verzorgen voor gelijkstroom. En dat was in bezit van de GHW Rotterdam. Die beheerde dat en die zorgde ook dat de schakeling van gelijkstroom goed werd uitgevoerd. Maar in de loop der jaren hebben de gemeentebedrijven, of nou mee zeggen de havenbedrijven, zelf gelijkrichters overgenomen. Dus de GHB gaf dat uit handen en GHB had daar geen zorg meer voor. Dus toen stond het gebouw leeg en het gebouw werd niet gebruikt. Toen zeiden ze van de schoolopleidingsinstituut, waarom kunnen wij daar niet een school beginnen? Want het is zo, we hebben te weinig ruimte. En toen hebben ze gezegd, nou oké, we richten hem in als school voor opleiding voor monteurs in kabelnet. Kabelnet houdt in verbinding of laagspanningskabels en hoogspanningsinstallaties. Dat heeft een paar jaar heeft dat geduurd. En op een zekere dag, ineens toen werd de zaak helemaal veranderd. En er ging alles over naar de Schiehaven. Schiehaven waar dan de andere school zou gevestigd worden. Helaas heeft dat niet lang bestaan, want toen is het overgegaan naar Zoetermeer. Maar nu op het ogenblik hebben ze alweer een nieuwe school ingericht om de opleiding dat uit de praktijk het beste is, maar ook in de theorie. En de praktijk is eigenlijk het beste om te leren. En theorie kun je een hoop leren, maar de praktijk maakt de dienst uit. En hier zie je dan verschillende moffen van de school die gefabriceerd zijn op de school. Hier zie je dan een slits OV, een verbindingsmof, een spitsverbindingsmof, een verbindingsmof HAS, dat was een kunststof. En zie je verbindingsmof slit OV, OV spitsmof. Hier zie je dan een spitsmof verbindingsmof met een klem. Dit is een aftakmof, ook met een klem. En dit is een verbindingsmof wat vroeger jaren met soldeer werd gedaan. En hier zie je dan de hoogspannings- en de laagspanningsgedeelte. Dat ze ook moest geleerd worden. Want de klotter ging alles uitbreiden. De monteurs. Hier ziet hij dan verschillende moffen. Die werden gefabriceerd door leerlingen aan de Wilhelminakade. Als zo'n mof dan was gemonteerd. Dan was het algemeen werd het op een plank gedaan. En dan werd het. En dat werd dan ook een oordeel gepleegd over de, welke mof moest gefabriceerd worden. Dan gaven ze dit als voorbeeld. Een monteur moest dan heel wat in zijn mars hebben om al die moffen uit zijn hoofd te weten. Want het gaat alleen over, je ging op stap en je werd gemonteerd. In de loop der jaren kwamen er steeds meer andere moffen bij. Kunstmoffen en moffen die niet werden gebruikt, moffen die niet werden, werden uitgeranceerd, die worden, nou we zeggen, een dubbele splitmof of een dubbele aftakmof, dat was er niet meer bij. Na de hand in de loop der jaren werd het allemaal in kunststof uitgevoerd en die kunststof is het altijd zo, vroeger kon je de moffen uit elkaar slaan en dan kon je weer kijken wat aan de hand was, repareren en weer weggaan. Maar nu, tegenwoordig is het alleen maar, hoe maken we het af? Gauw mogelijk zo'n mof maken en maken we je wegkomt. Hoe eerder je weg bent, hoe beter het is. Storingen is tegenwoordig aan de vreten.